We worden aangevallen. Door wie, meneer Sok? Door een Messerschmitt, bouwjaar 33. Met een Duitse piloot aan boord die nog niet weet dat de oorlog al gedaan is. Zal ik het hem zeggen? Ach, laat maar, kapitein. Een piloot die schiet. Als daar maar geen ongelukske van komt. Snel, kapitein. Ik zoek dekking. Kapitein. Meneer Stok is dood. Dan moet hij toch 20 tellen. Kapitein, we zijn geraakt. Ik niet. Kapitein, we storten neer. Kapitein, we storten neer. Niet zo luid, Stok. Denk aan de bemanning. We moeten paniek vermijden, alsjeblieft. Inderdaad. Wat had u gedacht van een interessante levensverzekering? Zeer interessant. Die hebben we ook, maar dan moeten we wel eerst even dit formulier hier invullen. Hebt u ooit last gehad van duizeligheid? Nee. Nee. Vallende ziekte? Nee. Nee. Oorzuizingen? Nee. Nee. Gewichtstoornissen? Nee. Oké, dan kunt u hier even tekenen. Nee. Nee? Ah, nee? Ah, wel, het is proper. Het is te hopen dat je ooit een keer in je leven in een situatie terechtkomt dat je zult beklagen dat je deze levensverzekering niet afgesloten hebt. Want stel een keer, pas op, ik zeg maar eens, dat je plotseling zal neerstorten bijvoorbeeld. En wat dan? Maar meneer, we storten neer. En dat vinden wij plezant. Kan mij zelfs iemand een interessante levensverzekering afsluiten, alsjeblieft? Als ik val... Als ik val, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Als ik val, waar de meisjes zijn, dan is het knal.